Welkom in de reeks Basiskennis boekhouden. Deze video bespreekt het boeken van BTW bij de aankoop en verkoop van handelsgoederen. We gaan in deze video niet in op de problematiek van import of export, de categorieën van belastingplichtigen of de verschillende toepasselijke BTW-percentages. De BTW of belasting op de toegevoegde waarde is een consumptiebelasting, die ten laste is van de particulier die het goed verbruikt. Deze particulier is een niet-BTW-plichtige persoon. Bedrijven worden bij elke aankoop en verkoop in een bedrijfsproces ingeschakeld om deze belasting te innen via de aanrekening van het BTW-percentage op de waarde van het handelsgoed in elke schakel van aankoop en verkoop. Bedrijven rekenen de aangerekende BTW periodiek af met de fiscus. We bekijken de aankoop van goederen door de onderneming bij haar leverancier. Veronderstel dat de waarde van de aangekochte goederen 100 euro en het BTW-percentage 21% bedragen. De prijs inclusief BTW bedraagt bij gevolg 121 euro. De onderneming koopt de goederen aan. Er ontstaat een schuld van de onderneming aan de leverancier. De onderneming dient de waarde van de goederen te betalen, als ook het bedrag van de BTW. Dit leidt na betaling tot een geldstroom van de onderneming naar haar leverancier. De BTW die is buitengestroomd mag de onderneming terugvorderen bij de fiscus. De BTW zal hierdoor terug binnenstromen in de onderneming. We bekijken de journaalpost behoren bij de aankoop van de goederen. De schuld aan de leverancier is een passief dat stijgt aan de creditkant en is gelijk aan de waarde van de goederen met BTW. De aankoop van handelsgoederen is ook een kost van de onderneming. Deze plaatsen we aan de debetzijde op nummer 604. Het bevat het bedrag zonder BTW. Het feit dat we de BTW mogen terugvorderen van de fiscus leidt tot een vordering op korte termijn in klasse 4 aan de debetkant voor 21 euro. Via de creditkant zal de BTW op termijn onze onderneming verlaten. Via de debetzijde zal de BTW op termijn onze onderneming terug binnenstromen. Onze onderneming is bij gevolg een doorgeefluik voor BTW. Elke BTW die we verschuldigd zijn aan een leverancier, mogen we terugvorderen van de fiscus. De onderneming is bij gevolg ongevoelig voor BTW. Dit is een broekzak-vestzak-operatie zonder invloed op het resultaat. De aankoop van de goederen speelt op het resultaat van de onderneming via de zesrekening. En dit voor het bedrag zonder BTW. Onze onderneming verkoopt handelsgoederen. We verkopen goederen ter waarde van 200 euro waarop 42 euro BTW van toepassing is. De klant, dit kan zowel een onderneming als een particulier zijn, koopt bij ons de goederen aan. De klant dient ons te betalen. We boeken daarom een vordering op deze klant. We rekenen het bedrag van de goederen aan. Maar ook het bedrag van de BTW. De BTW zal op deze manier in onze onderneming binnenstromen. We mogen dit BTW-bedrag niet houden, maar dienen het door te storten aan de fiscus. Er ontstaat bij gevolg een schuld aan de fiscus ter grootte van 42 euro. We bekijken de journaalpost behorende bij de verkoop van de goederen. De vordering op de klant is een actief dat stijgt aan de debetzijde, ten belopen van het bedrag inclusief BTW. De klant dient ons namelijk het bedrag met BTW te betalen. Aan de creditzijde noteren we de opbrengst uit de verkoop en dit voor het bedrag zonder BTW. Het BTW-bedrag mogen we niet in de onderneming houden en boeken we als een schuld aan de fiscus aan de creditzijde voor 42 euro. De BTW zal de onderneming op termijn binnenkomen via de debetzijde. En de onderneming weer verlaten via de creditzijde. Ook hier wordt bevestigd dat de onderneming de functie van doorgeefluik van BTW vervult. De BTW beïnvloedt het resultaat van de onderneming niet. Op de zevenrekening welke winst en verlies beïnvloedt, staat het bedrag zonder BTW. Ter vervollediging bekijken we het proces waarbij leveranciers aan elkaar een handelsgoed doorverkopen tot het op het eindpunt door de particuliere consument wordt aangekocht.
Leverancier 2 koopt bij leverancier 1 een handelsgoed voor 100 euro aan en zal hiervoor 21 euro btw aangerekend krijgen. Leverancier 1 stort dit btw-bedrag van 21 euro door naar de fiscus. Leverancier 2 vordert de 21 euro terug. Voor de fiscus is dit een nuloperatie, voor de leveranciers ook. Het product wordt voor 200 euro doorverkocht aan leverancier 3. Deze betaalt 42 euro btw aan leverancier 2. Leverancier 2 stort de btw van 42 euro door. Leverancier 3 vordert deze 42 euro terug van de fiscus. Dit is weer voor alle partijen een nuloperatie. Vervolgens koopt onze onderneming de goederen over voor 400 euro en betaalt hierop de btw ten belopen van 84 euro aan leverancier 3. Leverancier 3 stort deze btw door. Wij vorderen de btw van 84 euro terug. Dit is voor alle partijen een nuloperatie. Vervolgens verkopen wij de goederen aan een particuliere eindconsument voor 500 euro. We rekenen 105 euro aan btw aan. Wij storten de btw van 105 euro door aan de fiscus. Voor ons is dit een nuloperatie. Voor de particulier niet, want deze kan de btw nergens recupereren. De particulier draagt bij gevolg het volledige btw-bedrag van 105 euro en dit is ten voordele van de fiscus. De btw welke leverancier 1 doorstort en leverancier 2 terugvordert zijn aan elkaar gelijk en leiden in de rode cirkel tot een nuloperatie. Dit geldt ook voor de volgende rode cirkels. Indien we nu echter de cirkels op een andere manier tekenen, wordt de betekenis van de term btw of belasting op de toegevoegde waarde zichtbaar. In de eerste rode cirkel stroomt de btw op de initiële waarde van het goed naar de fiscus. Dit is 21 euro, oftewel 21% op de initiële waarde van het goed. Binnen in de tweede rode cirkel is de btw die de leverancier doorstort gelijk aan 42 euro, wat groter is dan de btw van 21 euro die hij terugvordert. Dit komt omdat leverancier 2 het product met winst doorverkoopt. Het verschil van beide pijlen levert de fiscus 21 euro op, wat gelijk is aan het btw-percentage op het prijsverschil tussen de 200 en de 100 euro. Het is bij gevolg gelijk aan 21% op 100 euro. Dit is de waarde die de leverancier 2 aan het product heeft toegevoegd, of dus letterlijk de belasting op de toegevoegde waarde. In de derde rode cirkel constateren we hetzelfde. Het verschil tussen de beide pijlen is 42 euro. Dit is de belasting op de waarde die de leverancier aan het product toevoegt, of 21% op 200 euro. Voor de vierde rode cirkel geldt dit tenslotte ook en levert de fiscus een netto btw-stroom van 21% op 100 euro op. Als we de netto btw-stromen uit elke rode cirkel optellen, sommeert dit exact tot 105 euro. Dit is het totale btw-bedrag dat op het eindproduct door de consument wordt gedragen. Elk elementje in de som is gelijk aan het btw-percentage toegepast op de toegevoegde waarde uit de schakel.